welkom in deze nieuwe video van Bolstar. Ik ga nu de konijnencootjes uitkuisen. Ik heb ook iets extra gekocht. Dus misschien denk ik, wat is dat nodig? Ik heb extra stro gekocht en zo. En ja, ik merk ook dat die bakken die de... En zo, die zijn ook... die ga ik straks even uitwassen en zo. Want die schimmel ook wel een beetje. Ik ben ook... Kijken of we nog ergens extra water kunnen hangen of zo. Maar dat doe ik in de toekomst wel. Dus nu zit mijn vriend daar nog steeds. Stro heb ik helemaal gekocht. Dus nu zien de bakken er zo uit. Ik weet niet goed of jullie mij kunnen gaan zien buiten. Want ik zeg het bij de video die morgen online... die al online gekomen is. Maar voor mij komt die morgen online. Dat je die morgen kunt zien. Was het ook donker. Dus het is echt donker buiten. Maar we gaan toch proberen zodat jullie mij kunnen zien. Maar ik vrees ervoor. Dan moet ik echt al een lichtje opspannen, denk ik. Zodat jullie mij goed kunnen zien. Het is wel ijskoud buiten. Ik denk ook dat de blauwe zak moet buiten staan. Dus dan moet ik ook nog eens kijken. Ik heb die opgedaan ooit. Dus dan moet ik ook eens even kijken. Ik heb die hier opgedaan ooit. Ja. Die stond nog op mijn oude gsm. Dus die heb ik moeten downloaden natuurlijk. Om te weten dat die intrigues die we niet hebben. Dus... ik ga dat weer niet filmen, want dan weten jullie mijn adres. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Sorry, we kunnen het terugvinden. Dat kan niet. Dat is mijn adres, dus... Ik zal het wel weten, hè. Wat mijn adres is. Al ja. Dat is mijn adres. Ik zie dat niet aanpakken. Die dat echt, die pakt dat niet aan mijn straat. Dat is echt grappig. Nu misschien. Oké, nu wel. Ik kan niet van deze keer gaan. Zo, ja, maakt niet uit. Oké, dan moet buiten. Dan gaan we dat buiten zetten, nou ja. Dus dan gaan we dat eerst doen. Dat buiten zetten. Ik denk dat best wel een gebruiken. Soms is het echt heel moeilijk voor dat die... De aanvaard of zo, maar dat is geen enkel probleem. Het haalt niet. Het is, dat is totaal geen probleem, maar soms is het zoeken. Ja, je moet toch het juiste buiten. Normaal ga ik buiten kijken bij de buren hoor, maar ja, dat is ook zot. Dus, goed, dan neem ik hier voor de blauwe zak buiten zetten. Ik ga even mijn mus opzetten, want het is beren koud. Ik kan ook mijn bed, dat scheelt ook al voor de koude. Ik had ze mijn oren niet bedekt. Maar goed, dan gaan we die zakken eens buiten zetten. Hè. Het is nodig, want in zo'n gezak zit zelfs schimmel en zo'n ding allemaal. Dus dat is niet goed. Hè. Dus, zeg het, nu zien jullie mij niet meer. Een klein beetje. Dus wel flesjes blazen. Dus dan zeker het zo uit met je daarnaast. Wat is het niet? Zo. Voilà. Dan kan je dat liedje eraf pakken. En dan... voilà. Ze staan hier al. Dus, zo. Kun je niet meer zien? Dan leg ik die zak naar buiten. Er zijn nog flesjes.
mijn vinger pijn om dat zo te doen. Maar ik zie dat lichtje tegenhalen. Ik hou echt maar één vinger lichtje tegen. Welkom bij de massazakken. Hier staan ze allemaal trouwens, blauwe zakken. Kijk. Hier staan ze allemaal. De zakken. Zo. Je ziet ook, het is echt hoog. Misschien gaat het eigenlijk om het sneeuw of zo. Dus, maar, nou, voor mij is dat niet erg. Voor de mensen die er door moeten morgen wel. Voor mij is dat niet erg. Ik zou het zelfs leuk vinden, moest het sneeuw. Zo. Nu de katten bakken. Ik hoop dat jullie mij een beetje zien. Best. Misschien zit het nu te veel. Zo. Er zit er iets. Oh, je moet er wel in hebben. Kijk, dit is op afstand echt corona. Hè. Zo kun je zeggen, het corona pro was altijd zo dat je een eten klaarmaakt. De spaghetti of wat maakt hij klaar? Spaghetti saus. Spaghetti. Het is gewoon, hè. Alleen laat het je maken, zou ik zeggen. Ja, dus nu ga je die bakken binnenbrengen. Dat is de bedoeling eigenlijk, de bakken binnenbrengen. Doordat het al wat raar hangt zo. Zuiver natuurlijk. Zo. Ja. Dus dit zijn de bakjes. In het doel kijk je dat er niet meer uit zo. Dat is echt goed. Maar schrobben. Ik heb hier al gestofzuigd. Dus hier komen ze. Ik sta ons altijd. En dat het gestofzuigd. Zo. De bakjes. Komen hier te staan. Zo. En dan hebben ze ook nog een huisje en zo. Stro komt erin. Dus dat gaan we ook niet even allemaal doen. Dus we gaan even dat stro gaan halen. Ik doe er altijd één zakje stro in. Omdat het ook een voedsel is. Dat is eigenlijk ook een voedsel. Dus een speel ondertussen buiten. Ze zijn ondertussen beter gepakt. Compacter eigenlijk. Ze zien er nu zo uit. En dat is beter. Want die zakjes die constant scheurden waar je bij stond. Dus ik ben wel blij dat het nu zo is. Dus en dan doen we zo echt de ene zak. Doen we erin. Kan je even hier zetten. Hier. Ja, jullie kunnen dat zien. Zo. Dat heb ik nooit gelijk tussen al insteken en zo. En dan gaan we dat zo wat uittrekken, zodat je dat kunt zien. En soms vind je dan wat in de stro, zoals dit. Vind je dan? Dus dan is dat dit. De stro en dan gaan we dit. Zo, een beetje. Dus twee. Oké, ik weet niet of je het goed kunt zien. Voilà. Maak hier nog eventjes zijn huisje. Moet er nog? Allee, haar huisje. Zo. En dan heeft hij heel veel stro. Dat vindt hij leuk. Wat zit er ook in stro in? Dat zijn eigenlijk zo van die. Allemaal van alle dingetjes eigenlijk zit erin. Er zit ook wat graan. Allemaal dingen in. Dus dat is perfect voor hun. Voilà. Dan zit het klaar en dan gaan we dat ook doen. Voor hun snuffel. Dus ik ga superveel op TikTok eigenlijk. En daar ga ik ook live. Dat heb ik u ondertussen ook gedaan. Ik ben daar ook helemaal live gegaan. Ik ben even aan het koken. Dat is echt superleuk. Dus als je ook zegt van ik wil graag eens meevolgen met de live. Dat kan gewoon. Je moet alleen een accountje hebben op TikTok. En dan kan je gewoon mij gewoon volgen op Bolstar eigenlijk.
team positief nog, maar binnen een paar maanden wordt het terug veranderd. Allee, binnen een paar weken wordt het terug Bolstar officieel. Dus volg me zeker daar op mijn accountje. Dus laat me zeker allemaal, ik zal het wel zien als jullie mij volgen. Het is geen verplichting om te volgen, kunnen we ook gewoon zo. Zonder te volgen eigenlijk, maar het is wel super leuk eigenlijk om daar bij te horen eigenlijk. Het is niet echt een team, maar het is gewoon, iedereen is gewoon welkom. En dat vind ik ook wel super leuk eigenlijk. Dus voor iedereen, wat eigenlijk. Dus ik ben wel trots op mezelf. Dus en dat doe ik ook iedere avond. Soms ga ik ook live op Instagram. Dat gebeurt ook wel eens een keer dat ik daar live op ga. Maar dat is heel weinig eigenlijk. Dus als je me echt wilt zien, horen, moet je daar zijn. Dus zeker en vast doen. Ik ben daar zeer trots op dat ik dat eigenlijk doe. Daar. Dus de boter is gesmolten. En nu ga ik de hamburger erin leggen. Dus, maar ik ben wel trots op mezelf eigenlijk op dat vlak. Dat het toch wel iets is wat ik altijd doe live ga. Voor de mensen blij te maken eigenlijk. Dat is echt super leuk. Dit zijn super goede hamburgers. Ik hou van deze hamburgers. Kan ze wel. Ik kan mij daar dood in eten. Maar ja, dat is natuurlijk niet goed. Dus. Het ziet er zo uit, de hamburgers. Dus altijd heel goed. Zijn ze dan. In de zak. In de ijskast. Voilà. Zeg het als een zo perfect. Dus bij de benen hoor. Nu is het wachten tot de boter, dat hij gaat zingen natuurlijk aan. En ondertussen kun je zo dansen. Wat vinden jullie eigenlijk van mijn haar eigenlijk? Als jullie eerlijk moeten zijn, wat vinden jullie van mijn kapsel? Vinden jullie dat mooi? Vinden jullie dat niet mooi? Wat vinden jullie ervan? Ja, ik kan momenteel toch niet naar de coiffeur om het af te doen, dus we zullen toch even moeten doorheen. Dus hopelijk vond je dit een leuke video, dat is zeker een duim omhoog. Vergeet niet te abonneren en morgen zijn we weer. Met andere dingen die ik nog moet gaan uitvinden. Dikkes allemaal. Hartjes. Kusjes. We love you allemaal.